Maar we beginnen bij Defensie, want ja, vandaag wordt de Defensienota gepresenteerd en het lekt van alle kanten. Zo hoorden we eergisteren al dat er een nieuw centraal hoofdkwartier komt. Gisteren dat er een tankbataljon wordt opgericht. En nu weten we ook dat er extra F-35's worden gekocht, onderzeebootjagers en gevechtshelikopters van die NH-90's. Extra munitie wordt erin gekocht en de marechaussee krijgt versterking. Staat allemaal te lezen volgens RTL Nieuws in die Defensienota die later vandaag wordt gepresenteerd. We gaan erover praten met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen, Ivan en Frederik. Ja, goedemorgen. Dit bij elkaar opgeteld. Kan je dan zeggen van, goh, we nemen Defensie eindelijk wel weer serieus? Nou, dat kan je wel zeggen. Maar dit is een trend die natuurlijk al eerder is ingezet. Hè. We hebben 30 jaar bezuinigd op Defensie, grootschalig, tussen 1990 en 2020. En pas de laatste jaren stijgende lijn, en vooral sinds de Oekraïneoorlog, is die lijn sterker omhoog gegaan. En dat was natuurlijk ook wel hard nodig. Slagkracht was bijna verdwenen op sommige elementen. En dat moet gewoon weer versterkt worden. En de vraag de NAVO natuurlijk ook al heel lang om. Hè. Ja, zeker. Die hebben onlangs een analyse gemaakt. Hij kwam ook met een rapportcijfer bijvoorbeeld voor de landmachten onvoldoende. Nou, dat wordt een beetje hersteld met die tanks wellicht. In totaal een pakket van 2,4 miljard euro gaat het om. Hoe substantieel is dat? Ja, bijvoorbeeld die gevechtshelikopters, het zegt mij niet zoveel, maar wat voegt dat allemaal toe? Nou, je noemde de NH-90, dat is een maritieme helikopter. Die kan je vooral goed gebruiken om mariniers inderdaad vanaf het schip het land op te brengen in een gevechtssituatie. Maar je kan ze ook goed gebruiken voor onderzeebootbestrijding. En dat is een beetje ook wat er aan de hand is natuurlijk. Die dreiging van die onderzeeboot is groter geworden. Dus dat is wel degelijk heel belangrijk. Maar er zijn nog veel meer tekorten die, waarvan ik ook benieuwd ben of die ook worden geadresseerd in die defensienota. Wat we nog niet hebben gehoord is bijvoorbeeld, wat gebeurt er op het gebied van cyber? Wat gebeurt er op het gebied van drones? Dat is natuurlijk wel het wapen van keuze wat je nu ook ziet in de Oekraïneoorlog. En wat doen we met name tegen drones? We hebben een hele kleine eenheid nu op de luitenant-generaal Bestkazerne op de grens van Limburg en Noord-Brabant is dat. Maar ja, de dreiging is zo groot, daar moet je veel meer tegen doen. En vooral ook, wat is de rol van innovatie? Hoe gaat Defensie met innovatie met de instituten om, zoals NLR, TNO en Marin? Want daar moet met name ja, een volgende stap komen. Je kan wel veel meer van oud spul kopen, maar het is pas echt een impact als je veel meer op de nieuwe ontwikkelingen ingaat en klaar bent voor de toekomst met al dat geld. Dus ja, Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, oké. Ik noteer cyber, drones en innovatie het wensenlijstje van Patrick Bolder, wat hij vanmiddag wil horen. Dat is alvast goed om te weten. Wat zei je? Nog wel meer hoor. Oké, vertel. Luchtverdediging. Ja, we hebben natuurlijk, ja, nou, die 2,4 miljard is nog niet genoeg voor het hele wensenlijstje. Luchtverdediging is natuurlijk ook zo'n ding, hè. Kijk ook maar naar Oekraïne. Een van de aanvalsmogelijkheden die heel veel gebruikt wordt, dat is artillerie, dat zijn drones, dat zijn raketten in allerlei vormen. Ja, als je veel te weinig luchtverdediging hebt, en ook daar was onlangs een NAVO-rapport over, dan kan je jezelf niet eens veilig houden. En ook het gebruik van het ruimtedomein om een beter overzicht te krijgen. Welke dreigingen zijn er nou precies? Welke informatiepositie hebben we? Ook op het gebied van de luchtmacht, meer bijtanken in de luchtcapaciteit, meer intelligence platforms, zoals dat dan heet, informatieverzameling. Er is nog een hele wensenlijst te gaan. Ik ben benieuwd wat daar allemaal van terugkomt. Ja, ik sprak gisteren Marten Kruijf over dat tankbataljon. Die zei nou dat personeel daarvoor, ik geloof 350 mannen en vrouwen, dat gaat wel lukken. Maar als je dit lijstje zo opsomt, dan zijn er heel erg veel meer nieuwe mensen ook nodig. Je kan ook misschien wel eens met de onderuitputting te maken gaan krijgen. Ja, nou, het grootste probleem, en daar moeten we niet te licht over denken, is inderdaad personeel. En dat zegt de NAVO ook, van daar moet echt veel meer aandacht aan gegeven worden. En daar ben ik ook benieuwd naar, hoe gaat Defensie ervoor zorgen dat die 8.000-9.000 vacatures die er nu zijn, een merendeel bij de landmacht trouwens, dus ik ben ook wel benieuwd hoe al die nieuwe eenheden ook gevuld gaan worden. Wat gaat Defensie daaraan doen om die aantrekkelijkheid als werkgever groter te maken? Het is natuurlijk niet alleen een probleem van Defensie, het is een maatschappelijk probleem. Weinig mensen hebben daar interesse in. Ik moet zeggen, ik heb 40 jaar met veel plezier bij Defensie gewerkt. Het is een mooie werkgever. Maar hoe maak je dat meer aantrekkelijk voor de jeugd die je echt nodig hebt om al die eenheden te gaan vullen? Ben ik ook benieuwd naar. Ja. Nou, een uitgebreid wensenlijstje dus van Patrick Bolder voor vanmiddag om te horen. Hij is defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En die defensienota, ik zei het al, wordt later vandaag gepresenteerd. Heel benieuwd wat we daar allemaal gaan horen. Onze verslaggever Martijn de Rijk is bij die presentatie. Je hoort hem vanmiddag in de Daily Move. En ik geloof ook al eventjes in De Wereld. Dat dus later vandaag hier op BNR.